Want Natalia, jij hebt heel de zomer heel veel optredens. Jij staat heel veel op het podium. Is dat iets waar jij naar uitgekeken hebt? Het is niet overvol druk, hè. En dat wilde ik ook wel zo, omdat ik zit nog met de twee kindjes en die zijn eigenlijk nog klein. Dus daar wilde ik ook wel mijn tijd aan spenderen. Maar ik heb er zeker naar uitgekeken, hè. Ja, absoluut. En om daar dan effectief te staan en om vooral om al de mensen samen te zien, dat is wel pakkend of zo. Ja, dat wel. Ja, dat komt wel binnen bij jou eigenlijk. Zo. Ja. Publiek eigenlijk. Ja, het publiek dat samen is, of de samenhorigheid, of iedereen die meedoet, of dat geeft iets extra. Ja. Ja. En we zien jou ook inderdaad alles geven op het podium. Ja, hoe voel jij je daarna? Krijg je daar energie juist door, of ben je daar juist moe en voldaan van? Allebei, maar ik krijg vooral energie ervan. Ja, ik merk dat ook wel als ik thuis ben, dat ik kan ook niet direct slapen. Ja. Dus ja, dat is nog even toch een uurtje wakker zijn en bekomen.